Je kunt het je haast niet voorstellen. Terwijl hij een doodnormaal telefoongesprek met zijn vriendin Kaylee aan het voeren is, hoort Joran Venema hoe ze op de fiets wordt aangereden door een automobilist. De 20-jarige Alphense overlijdt op slag aan haar verwondingen. Nog bijna dagelijks rijdt Joran langs de Oranje Nassau-singel, waarop in juli vorig jaar het fatale ongeluk gebeurde. Dit is het kruispunt waar Kaylee iets meer dan een jaar geleden overreden is. Op dat moment zit Joran zelf in Slowakije voor een roadtrip met vrienden door Europa. Nog maar net gefinished besluit hij zijn vriendin te bellen. Op een gegeven moment hoorde ik de telefoon vallen. En ja, eigenlijk niks. Ja, een beetje geroezemoes van mensen. Nou, ik denk na een paar minuten hoorde ik sirenes aankomen. En toen werd op een gegeven moment de verbinding verbroken zonder iets te zeggen of wat te laten horen. Nou ja, en dan raak je wel een beetje in paniek. Nadat hij een paar keer heeft geprobeerd terug te bellen, wordt de telefoon van Kaylee door een politieagent opgenomen. Joran bevestigt vervolgens dat hij de vriend van het slachtoffer is. Hij zegt, oké, ja, ik heb heel erg slecht nieuws. Hij zegt, je vriendin is overleden. En dan ja, staat de tijd stil. Dan weet je niet meer wat je moet doen. Je wordt gewoon verdoofd, zeg maar. Kaylee, do you know how much I love you? Besef kwam, denk ik, toen ik Kaylee voor het eerst in de kist zat liggen. Dan heb je het visueel, zeg maar, dan weet je dat het echt is. Ja, dan zak je door de grond. Dan denk je, ja, het is echt. De automobilist die het ongeluk veroorzaakte, heeft 3 jaar gevangenisstraf gekregen, omdat hij meer dan 60 km per uur te hard reed. Inmiddels is de maximale snelheid op de Oranje Nassau-singel verlaagd van 70 naar 50 km per uur. Kijk, ik ben ook niet heilig, maar als je op zo'n weg zoals hier 135 rijdt en filmpjes ervan aan het maken ben of op je telefoon zit, ja, dan heb je het volgens mij niet helemaal recht zitten in je bovenkamer. Zijn werk als automonteur heeft Joran het afgelopen jaar geholpen er weer een beetje bovenop te komen. Heuvels en dalen, denk ik. Wel een beetje. Het begint natuurlijk wel een flink dal. Maar ja, iemand in mijn nabije omgeving zei, je kan heel hard vallen. Maar ja, als je van een dal inrijdt, dan ga je ook altijd weer even hard weer terug omhoog. Ja, en hier voorbij rijden is altijd wel een dingetje. In het begin is het moeilijker dan nu, zeg maar. Je vergeet het nooit, laat ik het zo zeggen.